In je gebruikersprofiel van je computer zit je online fingerprint. Dat zijn unieke gegevens van je computer, van je softwareversie tot taalinstellingen. Combinaties van die unieke gegevens zorgen ervoor dat een computer als vertrouwd wordt aangemerkt bij fraudecontrole door bijvoorbeeld een webwinkel of de bank. Een groep criminelen heeft met kwaadaardige software van veel mensen gebruikersprofielen en dus ook die online fingerprints kunnen buitmaken. En die werden vervolgens aangeboden op criminele websites. Begin deze maand waren er invallen bij mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan het kopen van die online fingerprints. Wereldwijd zijn er honderden mensen aangehouden. Zij kochten deze online fingerprints. En daarmee konden ze onschuldige mensen voor vele duizenden euro's oplichten. Want heb je alle gegevens van iemand in handen, dan kun je paslimieten verhogen, geld van rekeningen halen en online shoppen op kosten van de slachtoffers. In Nederland zijn van 50.000 mensen gegevens te koop aangeboden. Ja, Sven, gegevens dus van 50.000 Nederlanders. Echt een enorm aantal. Hoe gevaarlijk was die website waar die online fingerprints op werden verhandeld? Heel gevaarlijk, want met de gegevens die hierop te koop werden aangeboden, konden hackers als het ware je hele digitale leven overnemen. Kun je denken aan dure spullen bestellen, webwinkels uit jouw naam, bijvoorbeeld dure telefoons. Of zelfs in sommige gevallen een hele bankrekening plunderen. En er zijn echt slachtoffers geweest die hun hele online leven als het ware kwijt waren. Ja, ze werden dus verhandeld, die gegevens, op websites. Die zijn inmiddels opgedoekt. Ja, stap toch daarvoor. Hoe komen die criminelen aan die gegevens? Ze maakten gebruik van speciale software. Die software kunnen ze verstoppen, bijvoorbeeld in gratis spelletjes die online worden aangeboden. En die software die zendt gegevens door naar de criminelen. En op het moment dat je computer besmet is en ook besmet blijft, kunnen ze mee blijven kijken. Ook als je je wachtwoord bijvoorbeeld wijzigt. En op die manier, door al die unieke kenmerken, kunnen ze zich voordoen als iemand anders. Zowel bij een webwinkel als bijvoorbeeld bij een bank. Ja, dus nooit illegale software downloaden. Nee, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Er gaan een hoop valse websites de ronde. Ze lijken echt, maar criminelen lokken je er naartoe om, nou, zoals het lijkt, gewoon een goede software te downloaden. Er zijn wel een aantal belangrijke tips. Installeer altijd zo snel mogelijk de beveiligingsupdates voor je systeem. Maak gebruik van een virusscanner. Die kunnen deze schadelijke software detecteren. Nou, download alleen legale software. Doe dit via de websites van de fabrikant. Gebruik multifactor authenticatie, ook wel twee-factor authenticatie genoemd. Het is een extra stap om te kunnen inloggen op sites of apps. Het is misschien iets lastiger, maar wel echt een stuk veiliger. En gebruik voor elk account een uniek wachtwoord. En nog steeds zien we dat 30-40% van de Nederlanders voor meerdere accounts hetzelfde wachtwoord gebruikt. Ja, een cybercrimineel hoeft dan maar één account te hacken om ook bij de andere binnen te komen. Een man van 18 uit Wageningen werd ook slachtoffer. Hij probeerde in te loggen op zijn bankieren-app, maar dat mislukte. Toen hij de bank belde, bleek dat al zijn gespaarde geld van zijn rekening was gehaald. Wat hebben ze een lol, deze twee mannen bij de geldautomaat. Ze pinnen hier in Rhenen bijna 4500 euro van de rekening van de 18-jarige man uit Wageningen. Zonder dat het slachtoffer het in de gaten heeft, is een banklimiet verhoogd. Ook hebben cybercriminelen telefoonabonnementen op zijn naam afgesloten. Toen de 18-jarige man het doorhad, was de schade al opgelopen tot 5000 euro. Wie zijn deze mannen die op meerdere momenten bij de geldautomaten staan? Bel de tiplijn of meld misdaad anoniem. Sven, veel schade dus voor deze jongen uit Wageningen. Hij zag zijn spaargeld in rook opgaan. Ja, als je er dus niet op tijd bij bent, dan kan de schade nog veel erger oplopen. Inderdaad, en vaak merk je het pas als je online identiteit wordt gestolen op het moment dat je bijvoorbeeld boetes krijgt of aanmaningen van dingen die je eigenlijk helemaal niet hebt besteld. Dus we willen ook echt iedereen vragen om even naar die website te gaan, politie.nl/checkjehack. Daar kun je zien of jouw gegevens in handen van criminelen zijn en zo ja, wat je dan moet doen. Ja, en help de politie om die twee pinners te vinden. Ze vinden hun actie erg grappig, want ze staan al lachend de rekening van die 18-jarige man uit Wageningen leeg te trekken. Bel de tiplijn als je weet wie dit zijn. Wil je liever anoniem blijven, bel dan M op 0800 7000.